zeggen mijn naam. Met die idee. Emilia! Emilia! D. A. L. I. A. Dalia! Wat zijn je hobby's? Zwemmen, voetballen. Waar is ze? Ik ga op die puntje van de I staan. Hier en dan soms dan gaan we even lekker spelen. Politieboef. En als we politieboef spelen we meestal met de jongens. En hier is de gevangenis. En wij twee zijn de beste vriendinnen voor altijd. Ik ben Emilia en ik zit in groep 6 en ik zit op de Fontein. Dat vind ik de leukste school. Dalia en ik ben 10 jaar en ik zit in groep 6 en Wie ben jij? Siad. Waar woon jij? Astrid Den Helder. Waar kom je vandaan? Irak. Voilà. Uit welk land kom je? Irak! Ik ben Gotje. Ik ben 13 jaar, ik hou van voetbal en muziek maken en ik woon in het asielzoekerscentrum. Ik zit op dansen, schoonspringen en judo en in mijn vrije tijd ga ik vaak met mijn vriendin buiten spelen. En nu moet je naar beneden, dan moet ik omhoog. Dus jij bent Irakees? Ja. Nou, oké. Hoe oud ben jij? 15. Ik ben Irina, ik ben 14 jaar oud. Ik woon hier in Nederland al 7 jaar. Mijn hobby's zijn dansen en voetballen en zingen. Dit is mijn lievelingsplek, het voetbalveld. Ik vind dat een lievelingsplek omdat ik zelf op voetbal zit en heel veel voetbal. Is omdat het een buitensport is. En ja, je kan het ook binnen doen, maar buiten is lekkerder om te voetballen. En omdat het tegelijk teamsport is. En ik hou ervan om samen iets te doen. Ik ben oorspronkelijk uit Moldavië en ik ben gevlucht naar Nederland, maar ik weet zelf ook niet waarom. Is dat Irakese dans? Ja, een beetje. Ook een beetje Koerdisch, want kijk, ik ga zo omhoog. Dan kom je zo omhoog. Oh, nog een keer geschokt, hè? Ik ben Zubaida, ik ben 12 jaar oud, ik kom uit Libanon en ik woon hier 9 jaar. En mijn hobby is dansen. Ik zit ook in een wedstrijdteam. Oh, hier. Dit is mijn konijntje. Die logeert hier. En ik vind het heel leuk. En het is een meisje. Dit is mijn lievelingsplek. Dat ik samen met mijn vriendin hier soms speel. En dit is mijn vriendin. Mijn allerbeste vriendin. Hoi. En dan spelen we samen meestal voetbal. En dan gaan we soms ook ballen knock-out doen. En ballen knock-out is... Ga staan met je benen open. Als je een bal door de benen hebt. En daarna weer bij je voeten. En soms winnen we daarmee. En soms verliezen we. Maar wij kunnen wel tegen verlies. Dit is mijn lievelingsplek omdat we hier dansles en zangles krijgen. En vooral mijn lievelingsworkshops zijn hier dansen en zingen. En we hebben ook heel vaak hier in dit gebouw heel vaak opgetreden. En ja, daarom is het mijn lievelingsplek geworden. Hallo geit. In welk land kom je? Irak. Waarom zijn jij en je ouders en je vader en moeder misschien uit je land gevlucht? Mijn ouders, dat zijn ook mijn vader en moeder, hè? Maar dat weet ik niet. Waarom ben je in Nederland gekomen? Het is oorlog in Irak. Ik kom uit Congo. Congo, oké. En waar ligt dat eigenlijk? Dat ligt in Afrika. En Nederland ligt in Europa. En in Congo is het niet net zoals Nederland. In Nederland, die straten zijn allemaal met stenen en zo. Bij ons is het allemaal zand. En het is ook goed, want het is hier veilig en ja... Ik hoor hier, Nederland is mijn land. En hier in Nederland eten ze veel brood. Brood met kaas en zo. In mijn land eten we
hartig eten. 'S Morgens, zeg maar. Mijn land was oorlog en het is nog steeds oorlog. En ja, ik ben hier gevlucht met mijn moeder en mijn zus. En hier zijn mijn allerkleinste twee zusjes in Nederland geboren. En ja, dat is het. Ik ben in Nederland gevlucht omdat in mijn eigen land niet echt oorlog is. Maar zeg maar burgeroorlog, zeg maar. Allemaal stammen tegen elkaar. En ik woon hier 3 jaar. Ik vind het wel best wel lang. Ja, en ik vind het niet zo leuk dat ik nog steeds in AZC woont en zo. Hoe vind je het in deze AZC? Pot saai. Dat je, het is een AZC en ja, je woont zeg maar, je voelt je niet thuis zeg maar. En die opvangcentrum is niet zo goed. Je wordt geplaatst naar andere AZC. Je hebt nu, zeg maar, je moet elke keer weer een nieuwe vrienden maken. Kijk, dit is onze band. Die heet de Azuzuka Centrum. Wij willen status! Elke keer nieuwe vrienden maken en dat is ook niet zo leuk. Ja, dan mis je gewoon je oude vrienden en zo. Maar ik zit nu in groep 8. Ik ga volgend jaar naar middelbare school. Hopelijk word ik nu niet weer weggehaald naar andere AZC. Ik wil heel graag met mijn zusjes en mijn zus en mijn moeder willen heel graag verblijfsvergunning. Ik hoop dat ik heel snel verblijfsvergunning zal krijgen, want ik wil echt niet meer terug naar mijn eigen land.